heerlijk nog even uit die spreekwoordelijke pan geswingt. En dat brengt ons bij het grote moment van deze avond, natuurlijk de prijsuitreiking en de bekendmaking van de Oppersauwelaar 2016. En voor we daarmee gaan beginnen, nodig ik natuurlijk Prins Ad uit om hier deze ceremonie zo meteen te gaan leiden. En ik ga zo meteen natuurlijk eerst alle acts en sauwelaars naar voren halen. En dat doen wij natuurlijk onder de klanken van de kapel die hier vanavond ons muzikaal ondersteund heeft. Een applaus voor Ulle Volume! Dames en heren, u zag vanavond de Sauwelavond 2016. Mede mogelijk gemaakt door een legio aan ex- en sauwelaars. Graag uw applaus voor de leden van de SUNK. De tweede act van vanavond, live vanuit de caravan, de All You Need Is Caravan. Hier zijn Lady Zoli. Het was een kermis van helemaal niks. De kermis van niks van de vrienden van de Boerendammers. Bam! Bam! En ik hoop dat hij een snel sprintje heeft gerokken. U zag hem net nog. Niemand minder dan Tommeke van Aert. Maar de schijnwerpers waren natuurlijk gericht op de sauwelaars van vanavond. Zij komen van achteruit de zaal. Graag een groot applaus voor allereerst Laurien Heemskerk. Als tweede zagen wij haar zoon Frank Heemskerk. Als derde voor het tweede jaar hier in de Sauwelton, Pim van Overloop. Daarna, heel verrassend, Assoy. Uw applaus is voor Jordi van Gels. De vijfde sauwelaar van vanavond. Ook hij verdient een warm applaus. Daar is Nick Rovers. En hij mocht deze avond afsluiten. En als laatste halen wij hem natuurlijk met ook een grandioos applaus naar voren. Erik van der Westerlaken. En graag nog eenmaal uw applaus voor onze acts en voor onze sauwelaars. Dankjewel, Ulle Volume, voor deze heerlijke klanken. En terwijl de laatste medailles nog omgehangen worden, heb ik de eer het woord te geven aan onze hoogheid, Prins Ad de 16e. Dankjewel, Remco. Een klein momentje. Ze wou kussen. Bosuilen, Bosalinnekes. Wat vonden jullie ervan? Was het goed of niet? Dat vond ik eigenlijk ook. Heel goed. Ja. Dat vraag ik niet. Ja jongens, we zijn weer aan het einde van de sauwelavond. Einde van de tweede avond. Dus straks of dadelijk over enkele minuutjes, dan wordt de oppersauwelaar, maar eerst de avondwinnaar natuurlijk, bekendgemaakt. Voordat we zover zijn, eerst eventjes
iedereen bedanken, want ja, dit feestje gaat niet zomaar gebeuren. Er zijn maanden aan voorbereidingen zijn er aan vooraf gegaan. Ik hoor daar een week al, maar... Dus, de kapel die vanavond ons heeft ondersteund. Hartstikke bedankt, een volume. Daar beginnen we mee. Moet ik even mijn briefje pakken, momentje. Zo, hier zijn we weer. We hebben ook gedurende deze avond is de ton op en neer gegaan. Is het gordijn dicht gegaan. We hebben twee toneelmeesters hebben dat gedaan. Bedankt Michiel en Edwin Huibe. Waar ben je? Waar zijn ze? Ah, kom maar. Jongens, zonder jullie loopt het niet vlekkeloos, dus hartstikke bedankt. Volgend jaar hoop ik weer. Jullie zullen het ook wel opgemerkt hebben. Er lopen hier enkele mensen rond. Jullie zullen het ook wel gezien hebben, er lopen hier enkele mensen rond. En die maken foto's en foto's en foto's en nog foto's. Binnenkort, misschien morgen al of overmorgen als van de volgende week, staan ze op Bos uit het dorp. En deze fotografen wil ik bij deze ook even hartelijk bedanken voor hun inzet. Maar ze doen het toch maar eventjes weer. Maar er zijn niet alleen foto's gemaakt, het staat ook nog op film. Daar staat hij daarachter, onze Wim. Alles op film gezet, Wim bedankt voor alles. Alle Sauvelaars, alle acts, die hebben allemaal mooie griem gehad, storretje, pruikje, ander kleurtje gekregen. Dat doen twee dames, Nicole Renieren en Carla Marijnissen. Waar zijn ze? Ik wil ze graag eventjes hier voren hebben. Dan komen ze aan. Mijn adjudant heeft twee bossen bloemen vast voor jullie. Voor ieder eentje. En last but not least, onze opperstalmeester, regie, baas, hoe zal ik het zeggen? Hij is eigenlijk van alles. Jos, kom eens even naar voren. Jos. Bedankt voor weer deze super geweldige Sauvelavondorganisatie. Want die zit bij jou. En je wil nog even wat zeggen, had ik begrepen. Ja, Ad, want natuurlijk is het leuk dat je mij bedankt voor de organisatie van Sauvel. Ik kan dat niet alleen. Ik heb onze Sauvelcommissie erbij. Kees-Jan, Remco,
Henk, mis ik nog iemand? Freek? Ah, ja, tuurlijk. Hoe kan ik die zwerver uit Roemenië nou vergeten? Maar daar ging het even niet om. Het ging mij even over het volgende. Zoals jullie misschien weten, heeft onze prins enige zakelijke conflicten... Nee, dat is het verkeerd woord. Connecties. Maar in ieder geval in die zin dat er belangenverstrengeling is. Want JG Sound is namelijk een huurder van onze prins. Die huurt daar ruimte. En bovendien is Jeroen zijn schoonzoon. Dus het is een beetje vreemd als onze prins zijn eigen schoonzoon en zijn maat gaat bedanken. Dus dat ga ik doen. 10 jaar verzorgt JG Sound inmiddels het licht, geluid en inmiddels ook video voor onze sauwelavonden. En dan zult u denken van, nou ja, die jongens die worden voor betaald. Klopt ook. Maar zoveel uren dat die gasten steken in de sauwelavonden, met het voorbereiden, het liedjes bij elkaar zoeken, video's in elkaar steken, dat kan de suk nooit, never van zijn leven betalen. Dus vandaar jongens, JG Sound, je staat een donkere boven. Hartelijk bedankt. Ze doen het alleen niet voor de suk, ze doen het ook nog voor de harmonie en noem het allemaal maar op. Maar daar ga ik het hier vanavond niet over. Ik heb hier het briefje. En het woord is aan onze prins. Ja, Jos. Dit komt zo meteen, want ik ben nog één iemand vergeten. Eén iemand. Onze presentator natuurlijk. Remco Raats. Je hebt alles weer netjes aan elkaar gepraat. Met grappen en grollen. Geef dat die medaille maar. En dan nu. Het grote moment. Het moment suprême. Ik heb het al gezien. Sauwelaars, kom eens even een beetje naar voren. Kom een beetje naar voren. Gisteravond hadden wij een avondwinnaar. Deze avond hebben wij een avondwinnaar. De stemmen zijn geteld. En voor deze avond is de winnaar... Nick Rovers. En dat wil zeggen dat onze Nick is ook de oppersauwelaar van 2016. Ja! Mijn paasje hangt jou het schildje om. En uit handen. En natuurlijk uit handen ook van mijn paasje. Het Sauwelerke, de wisselbeker. Hallo, oh, pak de baan. Ja. Nick, wil jij nog iets zeggen? Tuurlijk, Ad. We hebben iedereen al... Ja, er is niemand jarig. Is dat 12 uur geweest? Want anders kunnen we nog een keer een liedje doen voor Hekkes. Nee, het is 12 uur geweest, dan doen we dat niet meer. Zoals Ad net al gezegd heeft, en heel veel andere, Jos, die heeft ook al een paar mensen in het daglicht gezegd. Maar deze hele groep, die zorgt wel voor een bepaalde ambiance. Boven, met de vergaderingen, op de Sauwelaars app. Allerlei, laat ik het zo zeggen, onzin. We denken erover om bij de Sauwelvergaderingen een publieke tribune te openen.
Want echt waar, daar kun je, ja, dat is gewoon om te gieren. Ja, daarom, jongens, ik had dit niet kunnen doen zonder al jullie support. Dankjewel daarvoor. Dankjewel, Nick. Dit waren de Sauwelavonden 2016. Ik hoop dat jullie een hele leuke avond hebben gehad. Ik zou zeggen, blijf nog even, want we hebben nog een hele gezellige nazit. De stoelen worden eventjes opgeruimd, dus je kunt lekker eventjes nog wat kletsen met degene. Morgen gaan we natuurlijk de worst meebrengen voor heel mooi weer. Volgende week zondag. Op onze Bosuilse optocht. 12 uur verzamelen bij de Flamengo. 12:30 rijden we er weg. Dus komt alle en rij mee. Hoe meer worst, hoe meer beter weer dat we hebben volgende week. Ik zou zeggen, bedankt voor de komst en tot carnaval.